allemaal, ik ben vandaag weer op jullie buis en ik ben Lois. Ik heb weer een leuke review voor jullie, een nieuwe Dit Moet Je Zien. Het is een tijdje geleden, dus laten we maar snel beginnen met de films die ik vandaag ga bespreken. Namelijk It Chapter 2, Misfit 2, Hustlers en Good Boys. Ik ga beginnen met Hustlers. Hustlers was een film waar ik eigenlijk weinig verwachting van had. Ik dacht, ik ga er lekker blanco in. Ik had geen verwachting tot een, nou dit wordt vast wel mwah verwachting. En dus kwam ik juist verrast en tevreden de film uit. Ik vond hem oprecht heel leuk. Crazy Rich Asians actrice... Hoe heet ze ook alweer? Constance Wu. Constance Wu. Je hebt J.Lo, je hebt Constance Wu. Je hebt Lily Reinhardt. Je hebt Kiki Palmer. Je hebt een beetje Cardi B en een beetje Lizzo. Dus er was vooral heel veel ophef over de castlijst. En nu kan ik alvast zeggen, Lizzo, Cardi B zijn gewoon leuke side characters die heel eventjes erin voorkomen. Zij gaan eigenlijk geld pakken van rijke mannen die naar stripclubs gaan. Dat is eigenlijk een beetje het makkelijkste hoe ik het kan vertellen. Want laat ik beginnen met het eerste punt al. Het verhaal vond ik redelijk vaag nog. De verhaallijn is voor mij 0,5. Omdat het was er. De film is ook beter om gewoon te gaan kijken zonder te veel ervan te weten. Want zelfs de trailer vertelt weinig over wat er nou echt gaat gebeuren, zeg maar. De cast, wat ik al zei, heel veel bekende namen. Het was een toffe cast. En daarvoor heb ik er ook een 1 gegeven. Wel is het een beetje zo'n clickbait cast. Speciale rating heb ik Girl Power gedaan. En dan geef ik het ook een 1. Want ik vond het wel een beetje dubbel. Ik dacht, ja, god, waar gaat het heen, weet je wel. Want gaan aan de film krijg je wel een soort van een vorm van een ander soort respect voor, zeg maar, dat zij dat doen en hoe ze daar zijn gekomen en waarom ze het doen. De een doet het om, weet je wel, haar oma te helpen met het geld aflossen van de huur en de ander doet het daarom voor haar kind, voor haar familie, weet je wel. Dus het is vaak diepgaander dan dat je denkt. Dus dat vond ik wel heel tof om te zien, omdat het gewoon een beetje empowering geeft voor een vrouw. Kan gewoon er geld maken, weet je wel, ook al doen ze in dit verhaal het niet helemaal goed voor hun eigen hachie. Dus dat vind ik dan wel weer heel tof. Wegkijkfactor geef ik het een 0,5. Omdat ik hem wel tof vond. Maar ik had wel een beetje van hoe lang zijn we nu bezig en waar gaat het nu nog heen. Bij deze was het dus een minpuntje voor mij. Zou ik hem nog een keer kijken? Ik denk het wel. Maar ik geef hem 0,5 omdat ik zou denken van, oh, ik kijk deze wel ooit nog een keer. Maar ik ga hem niet kijken omdat ik denk, ja, oh my god, Hustlers is op Netflix. Die ga ik nu weer kijken want ik vond hem zo vet. Dus dan kom ik uiteindelijk op een 3,5. Wat ik nog best wel een goede decent rating vind voor deze film. Ga ik verder naar Misfit 2. Ik ben laatst naar de première geweest. Première gedaan. Ik was nog op set geweest. Dus ik was heel erg benieuwd hoe de film zou zijn. Want ik was al een beetje soort van invested in de film. Zonder dat ik hem had gezien. En ik, echt vet oprecht, vond hem echt heel erg leuk. Nu ben ik ook niet echt meer de doelgroep. Dus ik denk dat ik hem ook heel leuk vond. Omdat het soort van een beetje, nou niet ongemakkelijk, maar herkenbaar. Weet je wel, ik ben al voorbij, zeg maar, die leeftijd. En dan is het soort van nog komischer om te zien van, oh ja, oh mijn god, ja, same. Het is heel leuk voor gewoon jongere meiden. Of jongens, zeg maar, gewoon jongere mensen. Omdat het op dat moment nog is van, oh, ik wil dat. En oh my god, oh leuk. Oh, Nick Rose en Jamila, oh. Het is een deel 2. Deel 1 van Misfit staat op Netflix. Nick en... Nou, Jamila en Nick zijn een stel in de film en die zijn helemaal een power koppel. Die zijn helemaal, iedereen vindt hem fantastisch in die school en gaan meedoen aan een wedstrijd. Nu wordt Nick van een andere school zo meegeplukt van, oh hier, ga met ons meedoen, want wij zijn een super fantastische 5-sterren school. Wordt ze uit elkaar gehaald, moeten ze tegen elkaar gaan strijden. Dus dat een beetje. Ik zal niet veel verklappen van het verhaal, want het is gewoon een low-key, simpel verhaal. Maar ja, bij een teen flick vind ik dat ook gewoon een beetje wat je kan verwachten, weet je wel. Het is gewoon lekker luchtig. De cast geef ik een 1 en dat is misschien ook wel een beetje biased, want ik ken een paar mensen van de cast nu ondertussen. Nou ja, kennen. Ik heb ze geïnterviewd. Waarschijnlijk herkennen ze mij niet eens meer. Dat maakt helemaal niet uit. Maar ik vond het gewoon een leuke cast. Als extra beoordeling ding heb ik het teen flick factor. En dat is voor mij ook een 1. Want dit is echt gewoon de perfecte teen movie. Ik heb echt heel erg hard gelachen. Dat ik echt geluiden heb gemaakt. Ik dacht van, oh, Lois. Rustig. Wegkijkfactor vond ik ook een 1. Ik had wel ergens op het moment dat ik dacht, oké, okay, waar gaan we nu ook weer heen? Oh, we zijn bijna... Oké, waarschijnlijk zijn we bijna klaar. Het keek gewoon chill weg. Het is heel snel geknipt. Het is echt lekker zo YouTube. Lekker. Dus je raakt niet snel verveeld bij zo'n film. Omdat er gewoon heel veel gebeurt. Zou ik hem nog een keer kijken? Ik heb hier ook een 0,5 voor. Want ik denk dat ik hem wel nog een keer zou kijken. Maar wat ik al zei, ik ben niet echt de doelgroep. Dus dit zou niet de eerste film zijn die ik kies van, oh, laat ik die nog een keer gaan kijken. Maar misschien ook weer op zo'n meidenavond met een wijntje, met mijn vriendinnen. Dan is het al heel anders dan in je eentje op de bank. De film krijgt dus uiteindelijk van mij een 4 uit 5. Dat is best wel veel. Blijkbaar vond ik hem onbewust ook gewoon erg leuk. Als het goed is, is er ook nog een vlog van Misfit bij Pathé die ik heb gemaakt. Dus als die online staat, zal ik hem ook even
hier in het i'tje of in de description zetten. Nu ga ik verder naar It Chapter 2. En ik ben echt een fan van It. Ik hoor heel veel verschillende meningen over deze film. Ik denk ook wel dat het gewoon echt een film is die je aanspreekt of het spreekt je niet aan. Want het is niet een Annabelle. Het is niet zo'n horrorfilm waar je gewoon, oh nee, oh my god, ik ben bang en ik schrik en ik vind het eng. Dat is het niet. Het is een verfilming, first of all. Het is een boekverfilming. Het is ouderwets. Het is soort van, je kijkt gewoon ook naar een boek. Het is rustig, het is mellow, maar het is ook wel weer intens. Ja, ik vind het helemaal top. Laat ik dat alvast zeggen. It Chapter 2 gaat natuurlijk over het einde van een tweedelig verhaal. In Derry zijn ze nu 27 jaar verder sinds dat er van alles is gebeurd in chapter 1. Die moet je natuurlijk gezien hebben, wil je deze tweede gaan kijken. Want Mike is de enige die nog in Derry is gebleven. Iedereen is gewoon weggegaan. Nou, ik geef ze groot gelijk. Ik was ook echt gesprint voor mijn leven, denk ik. En iedereen wordt gevraagd van, yo, it's back. Kom jongens, we hadden beloofd dat we deze gast even kapot zouden maken als hij terug zou komen 27 jaar later. En nu is het zover. Dus zij komen allemaal terug naar Derry. En dan moeten zij ervoor zorgen dat it eindigt. First of all, oh mijn god, ik vind het gewoon een top verhaal. Ik ben sowieso fan van Stephen King. Yet again biased. Het verhaal is sowieso origineel. Ik hou van Stephen King. Hij is gewoon super goed. Hij heeft ook een klein rolletje in de film. De cast vond ik echt... Maar deze hele film, deze hele casting is echt perfect. Zeg maar, je hebt natuurlijk de eerste Loser Club version. De 11-jarige jongens die ook al fantastisch waren gecast. Je hebt Finn Wolfhard. Je hebt die jongen van deze. Die vond ik echt zo grappig. En ze zijn allemaal gewoon heel leuk. Maar dan moet je natuurlijk de 27 jaar later versie ook casten. En dat moet natuurlijk ergens wel overeenkomen met elkaar. Nou, echt, oh mijn god. Sommigen waren letterlijk qua gezicht gewoon perfect gecast. Richie Bill Hader, daar had ik eerst even twijfels over, want hij moest, hoe heet die gast? Finn Wolfhard moest hij, zeg maar, de oudere variant van spelen. En daar zag ik eerst niet echt de resemblance. Zeg maar, de komische character traits goed nadoet, of nadoet, ook goed doet, zie je toch wel weer van, oh ja, dit klopt wel. De Eddie klein en dan Eddie groot. Like, dit is toch gewoon top. Dan heb je Beverly en dan heb je oudere Beverly. Nou, vind ik ook echt goed gecast. Bill was... ja, op zich ook wel goed gecast. Ben. Oh my god. Ben vind ik ook echt top gecast gewoon. En het is gewoon leuk dat hij een hottie is geworden. En de laatste en deze vond ik echt heel goed gecast. Stanley. Stanley was echt ziek goed gecast. Het geeft iets extra's aan de film. Er zat ook best wel veel humor in de film. En dat vond ik ook leuk. Omdat het natuurlijk ook wel gewoon veel duisters heeft. Ik doe als derde special doe ik horror. Voor mij is het een 0,5. Maar dat is ook omdat ik heel... helemaal niet snel bang wordt. Dus ik zou ook niet echt naar een horrorfilm gaan. Of deze horrorfilm gaan. Met het idee van, oh, ik vind het lekker eng. It is, draait ook zeg maar op om kindangsten. Zeg maar. Ja, dingen die je eng vond als een kind. Dus hoor vaak dingen van mensen die het lachwekkend vonden. Of helemaal niet grappig. Of neppig. Maar dat is denk ik ook het ding van de film. It is... een monster dat voedt op angst. En het is gewoon iets kinderlijks, zeg maar. Daardoor kan je ja, of juist heel eng vinden of denken... oh, het ziet er zo stom en nep uit. Ik denk dat dat soort van samenkomt met waarom mensen soms deze film gewoon... ja, kinderachtig of slecht of whatever vinden. Er zaten goede schrikmomenten in. Clown zelf vond ik ook niet eng. Maar dat was ook niet voor mij de belangrijkste reden om de film te gaan kijken. Laat ik het daarop houden. Wegkijkfactor een 1. Ook al was die film 3 uur lang. Als je nou gewoon allebei die films gaat kijken, ben je gewoon 6 uur bezig. Nou, It. Oei, oei, oei. 180. 180 minuten. Dat is zo'n lange film dat je hem zeg maar moet omdraaien op een gegeven moment. Omdat hij dus zo lang is. Dus hij krijgt van mij een 4,5. Als laatste film heb ik... Good Boys. There's Molly in there. You had us bring drugs to a fucking playground! En die had ik een tijdje terug al in de sneak gezien met Emma. Zo enthousiast over de film. Ik ben echt regretting dat ik hem nog steeds niet voor de tweede keer heb gekeken. Het verhaal krijgt van mij een 1. Omdat het in ene zin een simpel verhaal was. Het gaat over drie jochies. Ja, het is eigenlijk een beetje ingewikkeld om zo... Er gebeuren eigenlijk niet heel veel grote dingen. Maar het is toch wel... gekke dingen die gebeuren om moeilijk uitleggen. Nee, ik ga het ook niet uitleggen. Ze moeten op een gegeven moment iets van een drone fixen. En dan moeten ze dan helemaal naar de stad gaan. En moeten ze... Nou ja, het is gewoon chaos. En dat vond ik heerlijk. Ook zeg maar qua hoe het is gefilmd. Het is een beetje sketchachtig gefilmd. En ik heb echt
keihard gelachen. Ook het leuke was, omdat je er een soort van ook wel open-minded in gaat, dat het juist je meer verrast. De cast vond ik een 1, omdat de jochies die acteren het zo leuk. Het zijn natuurlijk iets van 12 of 11, 12, 13 of zo. En ze spelen een soort van gewoon mini-volwassenen. En dan alsnog gaan ze af en toe ineens huilen en gillen. En dan zijn het alsnog wel natuurlijk 11-jarige kiddo's. Als derde heb ik natuurlijk humor. Wat ik al zei, ik heb echt hard en heel erg hard gelachen om deze film. Dus humor krijgt voor mij een 1, omdat het echt... Ja, je moet er ook wel van houden qua humor. Een van de producers is Seth Rogen. Nou ja, Seth Rogen, dan weet je al meteen heel erg duidelijk van wat voor type humor het gaat worden. En ik kan dat heel erg waarderen, dus ik lag helemaal dubbel. Zou ik hem opnieuw kijken? Nou, dat heb ik al gezegd. Ja, dus houden daarbij ja, een punt. 1 punt, want ja, ik zou hem nog een keer kijken. Als wegkijkfactor geef ik hem ook een 1, want ik vond hem dus gewoon heel chill wegkijken. Ik heb geen enkel moment me verveeld of gedacht, nou, waar gaat dit nou weer heen? Of, oh, dit duurt lang. Of van begin tot eind was het gewoon chill. Heel enthousiast. En daarom is dit ook de 5 out of 5 geworden vandaag. Ja, ik had dat wel kunnen aanzien komen eigenlijk. Dus mijn 2 favorieten van deze lijst zijn It en Good Boys. Allemaal eigenlijk aanraders. Ik ben altijd een beetje die positieve reviewer. Ik kan niet zo goed negatief zijn. Of kan ik wel, maar niet over films. Laat me weten in de reacties welke film jij als laatste hebt gezien in de bioscoop. Welke jij super leuk vond. Misschien wel een aanrader voor mij, weet ik wat ik moet gaan kijken. Ik hoop dat je het leuk vond en ik zie jullie sneller.